geurgenoten. Goedemorgen allemaal. We gaan het hebben. Even voorstellen. Dit is Jan. En Jan is een volger en een klant van mij. Ja. En ja, leuk. Lang geleden weer. Ja. Dus we besloten om, om weer een video te maken. En het gaat hier over geuren. Mocht je denken, waar ben ik terecht gekomen? Wat is dit? Het gaat hier over mooie parfums. En waar gaan we het over hebben? Nou, het is nu december. Het is nog een week is het kerst. Hè? We gaan het hebben over kerstgeuren en wintergeuren. Kerstwinter. Want mijn haar zit heel vreemd. Goed. Kerstwinter. Dus alleen kerst zou raar zijn. Dan kun je alleen een geur met kerst op. Maar nee, wij vinden ze ook wel kersterig. Ja. Over de drie wijzen uit het oosten. Ik zei straks de drie wijven uit het oosten. Wat hadden die bij zich in hun... Mirre, wierook en goud. En goud. Nou ja, wij noemen de geuren die langskomen vloeibaar goud. En wierook en mirre hoort erin thuis. Hoort zeker in het rijtje thuis. Dus ik ga een hele mooie wierookgeur pakken. Ik vind het een van de allermooiste. Lekker. Kashwa. Ik hoop dat je het kunt zien. Ik denk het niet. Kashwa van Robert Piquet. En Kashwa is zo beauty. Ik ga het even in beeld sprayen hoor. Want dit is de ultieme wierookgeur. Kijk, ik ben net zo'n pastoor die nu langskomt. Dominee zwaait niet met wierook. Wat vind je ervan? Oh, heerlijk. Ja, het is echt een wintergeur. Ik heb ook wel echt mijn wintergeuren en mijn zomergeuren. Ja, en, dat zo en, wordt het. Je hebt ook geuren die het hele jaar door kan dragen. In principe kan alles wat je... Maar ik zou deze toch meer echt wel winter willen noemen, ja. Ik vind hem ook wel heel mooi... Want heel veel mensen denken aan wierook dat het zwaar is. Maar wierook heeft vaak iets schoons, iets frissigs. En dit neemt je mee op een vliegend tapijt, jongens. Richting Marokko of zo. Ja. En het is zo'n mooie Oriëntaalse geur met angelica erin. En met zwarte peper, met vetiver, met nootmuskaat, met tabak. Wierook zit natuurlijk in de incense. En dit is, als je dit op hebt, vraagt iedereen wat heb je op. Dit is totaal wat anders dan Hugo Boss of zoiets. Ja, dat lijkt er niet op. Nee, ja, het is gewoon een wat warmere geur, een beetje Oriëntaals. Maar niet bedwelmend, niet verstikkend. Ruik je dat frisse, ruik je die peper erin? Vind ik zo mooi, die peper. Ja. En angelica vind ik ook altijd heel erg lekker ruiken. Dat vind ik zo specifiek. En dan die kruiden en tabak. Goed hè? Maar we moeten het kort moeilijk houden. Om het uit te pikken. Want hij is uit heerlijk. En dat is echt duidelijk een wintergeur. Dat, ja. Toch heb ik hem in de zomer ook wel eens gedragen. Ja? En dan doet hij het ook goed. Dat is ook goed. Heerlijk. Oké, hup, weg ermee. We laten ons ook niet... We laten ons niet gek maken. Oké, jongens. Mirre. Oh, ik kom een beetje dichtbij. Niet schrikken. Mirre. En ik heb Myriad uitgekozen van Pierre Guillaume. Even het flesje. Eventjes mooi, want het zit vol met vingerafdrukken. Het ziet er dan niet uit, hè, met dat licht. Myriad. Zwarte serie. Hele mooie geur. En ik zal jullie vertellen wat er zo mooi aan is. Oh, kijk. Nou, zeg. De bloemhuis gelijk. De bloem is geknakt. Hij is warm en sensueel. Hij zit in vanille en een snufje leer en amber en mirre en drop. En ik vind die drop zo leuk hierin. Ik vind hem zo zeer réglisse noir. Dat is drop. Amber. Ja, die raak je er goed doorheen. Ook. Ja, leuk hè? En mirre is altijd heel leuk. Mirre is een gomhars. Oké. En... dat is eigenlijk een struik uit Somalië. Is dat toch ook meer olie of is dat? Ja, maar in principe is het soort gom. Het is een beetje hetzelfde als dat je. Het is een hars. Het komt uit een boom. Ik vind deze wel heel lekker ook. Hoor. Ja. Echt heel lekker. Ja, maar die gom, dat moet je vergelijken met hoe heet dat? Uit Chios. Nou ben ik het kwijt. Nou ben ik de naam kwijt.
Griekenland, dus ik vind elke boom, dan maak ik er kauwgom van. Nou, ik kom er nog wel op. Komt goed. Ik ben zelf half Grieks, dus ik zou het helemaal moeten weten. Heel erg bijzonder. Ik vind dat mensen veel meer moeten, meren zouden moeten ontdekken. Dit kan iedereen doen. Oké, volgende. Maar stuk voor stuk hartstikke. Deze is al jaren beroemd. Al jaren. Noël au balkon. En die is van Etat Libre d'Orange. En Etat Libre d'Orange is een heel mooi merk. Ik ga er niet veel over vertellen, maar echt het ontdekken waard. Even weer zo sprayen. En Noël au balkon ruikt naar, het opent met tangerine, met honing, met vanille, musk, labdanum, patchouli. Heel poederig, heel sexy ook wel. Een beetje zoetig. Heel mooie geur dit. Leuk, ja, hè? Ja, inderdaad ook zoetig. Dus Noël betekent kerst. Dus niet iemand die Noël heet. Kerst ja, op kan het balkon. Ook. Ja, zou kunnen. Wat vind je ervan? Heerlijk. Weer hij nog zijn. Ja, hij heeft een lijst, een verlanglijst, daar word je niet goed van. Nee, dat, je hebt 10 levens nodig, wil je die lijst? Dat ga ik niet redden. Nee. Nog, Lekker hè? Heerlijk is die. Ja. Ja. Nee, is geweldig. Nou, nu komt Spice Bazaar. En het woord zegt het al, je moet denken aan een Grand Bazaar in zo'n warm land, Marokko, bijvoorbeeld Marokko of Turkije. Nu komt er een Turks merk en dat merk, daar ben ik vanaf dag 1 verliefd op. En het zijn allemaal extracten, dus het zijn geen eau de parfums. Het is best wel een prijzig merk, maar je hebt wel wat. Je hebt waar voor je geld, want de geuren zijn niet bij je weg te slaan. Sorry. Spice Bazaar, daar heb je hem. Dit is zo'n leuke geur, ik ga hem je laten ruiken. Ja. Eventjes. Kijk wat jij vindt. Ik heb alstublieft. Kijk wat je ervan vindt. Heerlijk. Lekker hè, om te ontdekken. Ja, Jan vindt heel veel leuk. Even opnoemen wat erin zit. Even een spiekbriefje. Jeneverbees, gember, kaneel, komijn, safraan. Safraan is zo lekker. Zwarte peper, zederhout, vanille en nog veel meer. En dit doet dus denken aan een Grand Bazaar. Mm, echt heel lekker. Echt een hele goeie. Echt ja. Echt een heel mooi. Het hele merk is fantastisch hoor. Perfecte wintergeur deze. Ja. Ja. Mooi hè? Ik vind zelf chocola echt bij de winter horen. Op de een of andere manier. Warme chocola en dat soort dingen. En dit is wel echt een topper van Gallagher uit Amerika. Ook een hele leuke man. En dit ruikt naar chocola natuurlijk, donkere chocola, naar tonkabonen, vanille, maar wel stoer. Ruikt maar eens. Ik vind hem heel stoer. Het klinkt allemaal goed wat erin zit. Ja, dit is echt een ultieme wintergeur. Hij is ook een beetje donker. Ruikt maar eens. Je ruikt echt naar een, niet naar een zoet bonbonnetje, maar wel naar een soort stoer bonbonnetje. Ja, heerlijk. Lekker hè? Dat wist ik. Ja, dit is zo geweldig. Nou, dit kan je echt wel een kerstgeur noemen ook. Ja, vind ik ook. Het is een wintergeur, maar die past ook echt heel goed bij de kerst, zeg. Ja. Ja, hè? Heerlijk is die. Leuk, hè? Dus ik vind hem ook een beetje stoer. Ik vind hem ook, heel veel mannen kopen hem, want die vinden het geweldig. Het is toch geen vrouwengeur of wel? Ja, dat, nee, dat maakt niet uit. Bestaat niet. Bestaat niet. Nee. Ik zeg altijd geuren voor de mens. Ja. Ik blijf het gewoon in elke video zeggen, geuren voor de mens, man en vrouw. Jij hebt waarschijnlijk vrouwelijke hormonen af en toe, dat je misschien ook zit te janken, weet ik veel, of hysterisch loopt te doen. En ik heb ook wel mannelijke hormonen, ik weet niet. maar het is zo onzin om mensen in een vakje te plaatsen. Ja, tuurlijk ben je een man of ben je een vrouw, maar... Je ruikt ook de chocola in, maar echt donkere chocola. Ja. Echt het donkere, het is niet... Het is geen girly geur. Nee, je moet wel iets verder zijn om dit te snappen. Ik denk als je tiener bent, dat je dit niet zult snappen. Jij, wat denk jij? Nee, ik denk het ook niet. Nee. Dat je hiervoor zult gaan dan. Nee, dat denk ik ook niet. En nu de geur die ik vandaag op heb, want Jan die kwam de lift, ik haalde Jan op. En hij zegt, hij liep helemaal te snuffelen, van wat heb je op?
Ik heb vandaag Sucre de Ben op van Pierre Guillaume. En Sucre de Ben is dus bruine suiker. En het ruikt zo vreselijk stoer en zo lekker. Ik vind het de ultieme wintergeur. Ja. Ik zie god niet wat erin zit. Bergamot. Ik moet echt een bril. Neroli. Wat staat hier? Hamamelis. Oh, dat is altijd leuk. Dat is een hele mooie plant. Die heeft een heel mooi bloemetje. En bruine suiker. Bruine suiker. En dan benzoïne. Dat is zo lekker. Vanille, musk. En wat staat hier? Sandelhout. Was de sandelhout? Ja. En sandelhout vind ik altijd heel lekker warm ruiken. Sandelhout is een warme houtsoort. Ben je ook benieuwd? Ja. Ja, je ruikt hem natuurlijk op mij, maar ja. Oh, ik vind het zo geweldig. Dit vind ik dus echt een... Als je het dan hebt over mannen of vrouwen, vind ik het iets stoerder. Dus dit zou, vind ik, meer voor mannen of stoere vrouwen. Wat denk jij? Nee, ik vind het bij allebei kunnen, denk ik. Ja, misschien stoere vrouwen, maar ja. Ik kan niet echt zeggen van dit is echt een mannengeur of... Dit vind ik wel een echte wintergeur, vind je niet? Ja, dit is ook echt een wintergeur. En ja, je zou denken, bruine suiker, dat wordt heel zoet, maar zo zoet is het helemaal niet. Het ruikt gewoon heel natuurlijk. Oh, lekker, ik moet nog een beetje opborstelen. Oh. Ja, sorry, ik kan niet hij is echt heerlijk. Dat is echt, het is echt allemaal puur wel wintergeuren. Duidelijk, ja. Heerlijk. Het kruidige allemaal. Nou. Ik heb er nog eentje erbij die er eigenlijk niet bij moet. Want ik heb hier al een video van gemaakt vorige week in het hotel met Wim. Enigma van Roja vind ik de ultieme wintergeur. En kruidig en cognac en weet ik het. Ik zal het laten ruiken. Oh, deze is zo hemels. Ik draag hem zo graag. En ik weet zeker dat jij hem lekker vindt. Dit is zo lekker. Dat is maar weinig wat ik niet lekker vind. Oh, tabak, cognac, kruiden. Dit is gewoon winter in een flesje, vind ik. Ja, het is ook een duidelijke wintergeur. Je kunt hem in de zomer ook dragen, maar Enigma. En deze was er alleen in puur parfumextract. En nu hebben ze de Parfum de Cologne serie uitgebracht. Dus dan heb je 100 ml eigenlijk eau de parfum. Heel geconcentreerd en een stuk betaalbaarder dan de echte parfums. Het blijft natuurlijk wel een prijzig merk, maar het is zo mooi. Ja. Wat vind je van dit? Ja, heerlijk. Heerlijk. Deze is altijd uitverkocht, dus ik ben hem niet aan het promoten, want hij is nu ook uitverkocht. Dus er zijn altijd wachtlijsten voor deze. Op het moment dat hij binnenkomt, is hij alweer uitverkocht. Dus, er staan mensen op de wachtlijst gewoon. Ja. Als die binnenkomt, kunnen ze gelijk weg. Ja, ik heb nu ook alweer een wachtlijst. Ja, heerlijk. Ja, hè? Gewoon, mooi, hè? Dit vind ik, want heel veel mensen zeggen, ja, cognac, dat is zeker voor oudere mannen of zoiets, voor mijn oom. Je zegt altijd mijn oom. Mijn oom. Voor mijn oom. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel niet. Ik vind het helemaal niet voor mijn oom. Ik vind het voor mij. ik vind hem voor mij. Niks mijn oom. Niks mijn oom. Nee. Dus dat zijn onze... Nee, het is heel moeilijk. In deze winkel staan meer dan 4000 geuren. Dus probeer maar eens wintergeuren. Een wintergeuren top 6 of zo te kiezen. Ja, dat is niet te doen. En ik had er nog veel meer in gedachten. Maar ja, je moet iets kiezen, toch? Ja. Wat vond jij ervan? Ja, stuk voor stuk allemaal heerlijk. Ja, hè? Leuk, hè? Dus chocola... Meren, wierook, vloeibaar goud. Ik vind dit echt wel vloeibaar goud. Dit vind ik echt vloeibaar goud, hoor. Alleen al die kleur, jongens. Heerlijk. Ja. Nou, ik vond het leuk dat jij er was. Ik vond het ook gezellig dat ik hier weer mocht zijn. Ja, leuk. Gezellig. En ik vond het leuk dat jullie het met ons vol hielden weer. Ja, en we proberen het altijd kort te houden. Ja. Iedereen een hele fijne kerst. Ja. Fijne kerstdagen. Ja, als je er heel erg mee bezig bent, dat kan natuurlijk. Hè. Ja, mensen zijn echt. Sommigen hebben er geen tijd voor of moeten werken. Nee, kerst gaat meestal een beetje aan mij voorbij, want het is de drukste tijd van het jaar. En tegen die tijd dat kerst is, lig ik helemaal voor aan te gapen. Maar iedereen fijne kerst en een fijne winter gewenst. Ja, want zeker. Top. En mooie geuren horen daarbij. Zeker, absoluut. Tot volgende keer. Tot volgende keer.